Science of Science. Jaarlijks zitten duizenden mensen in de gevangenis. Het opsluiten van criminelen is een heel effectieve manier om de maatschappij te beschermen tegen criminaliteit. Maar opsluiting op zich verandert niks positiefs aan het criminele gedrag zelf. Daarom zijn er gedragsinterventies om te zorgen dat gedetineerden niet opnieuw de fout ingaan. En we weten dat voor een deel van de gevangenen zo'n gedragstraining zeker nuttig is. Maar dat er ook een relatief grote groep gedetineerden is die weinig profijt heeft van zo'n training. Nou, ik wil weten waarom gedragstraining niet voor alle gevangenen werkt. En om te zorgen dat we uiteindelijk alternatieve en effectievere behandelingen kunnen ontwikkelen. Nou, in de neuropsychologie kijken we naar de relatie tussen hersenen en gedrag. En in mijn onderzoek kijk ik naar de werking van de hersenen en ook naar de hartslag van gedetineerden die wel profijt hebben van training, vergeleken met gedetineerden die eigenlijk weinig of nauwelijks profiteren van behandeling. En daarvoor ben ik naar verschillende Nederlandse gevangenissen gegaan om te vragen of gedetineerden mee wilden werken aan mijn onderzoek. In totaal hebben bijna 200 gedetineerden meegewerkt aan het onderzoek. Nou, gedetineerden die meededen aan het onderzoek heb ik gevraagd om een aantal testen te maken. En een voorbeeld van zo'n test is dat ik ze vroeg om binnen 1 minuut de tijd zoveel mogelijk woorden op te noemen die begonnen met de letter A. Maar ik heb ze bijvoorbeeld ook een best wel lastige concentratietest laten maken. En door het afnemen van die testen kunnen we zien hoe goed de hersenen werken. Nou, daarnaast hebben we ook de hartslag gemeten van gevangenen. En dat hebben we gedaan door hartslagplakkers te bevestigen op de rug en op de borstkas. Nou, in totaal hebben gevangenen meer dan 5 uur meegedaan aan het onderzoek. En hebben ook de trainers en de mentoren van de gevangenen gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. We weten dat gevangenen die slecht presteren op een concentratietest, dat degenen zijn die de hoogste kans hebben om voortijdig met de behandeling te stoppen. En we weten ook dat degenen die weinig lichamelijke reactie vertonen in een angstige situatie, bijvoorbeeld gedetineerden waarbij de hartslag eigenlijk niet omhoog gaat tijdens stress, dat degenen zijn die het minst profiteren van behandeling. Ja, ik vind het belangrijk dat mijn onderzoek heel concreet is en ik hoop dan ook dat mijn resultaten leiden tot een concrete oplossing, zodat gedetineerden beter geselecteerd kunnen worden voor behandeling. Nou, het leuke aan onderzoek doen vind ik de enorme variatie in mijn werk. Promotieonderzoek bestaat uit 4 jaar. Het eerste jaar heb ik ontzettend veel gelezen en gekeken wat andere onderzoekers al hadden gedaan op mijn gebied. En in het tweede en derde jaar ben ik echt op pad gegaan naar gevangenissen door heel Nederland. Nou, dat was best wel intensief en we maakten soms wel lange dagen van soms wel 12 uur. En ene keer moesten we in Groningen zijn, de andere keer in Sittard. Gelukkig had ik wel hulp van stagiaires en andere onderzoekers om al die testen af te nemen. En nu in het laatste jaar ben ik aan het uitpluizen wat er allemaal uit die testen komt en schrijf ik daar artikelen over. Nou ja, zeker, want toen ik afstudeerde had ik eigenlijk de keuze van doorgaan in de wetenschap of volgaan voor het maken en ontwerpen van kleding. Nou, uiteindelijk bleek dat mijn hart wel echt bij de wetenschap ligt, maar het maken van kleding is altijd een goede uitlaatklep voor mij gebleven. En met promoveren heb je zeker in het begin heel weinig succes en beloning van je werk. En met kleding maken heb ik dat wel veel sneller. Na een aantal weken heb ik dan zelf een kledingstuk af en dan heb ik echt een super voldaan gevoel. Mijn droom is dan ook om dit jaar te promoveren in mijn eigen gemaakte jumpsuit. Faces of Science.